Het stadsbestuur van Antwerpen wil de site van de Bretel in Borgerhout verder ontwikkelen. Met op de plek waar nu de hondenweide is, bijkomende onderwijscapaciteit. De bedoeling is om hier een school te vestigen. Er wordt gedacht aan een eenstroom basisschool met een turnzaal. Waarom kondigt u dat 2 weken voor de verkiezingen aan? Ik kies de termijn niet uit. Het is een collegebeslissing van vorige vrijdag waar uiteindelijk een beslissing is getroffen geworden. Wij zelf op kabinet onderwijs zijn er al meer dan 3 jaar mee bezig. Het districtsbestuur van Borgerhout noemt dit zeer cynisch. Ja, zo vlak voor de verkiezingen. Ja, ik zou zeggen, dit laat ik absoluut voor rekening van de districtsvoorzitter van het district Borgerhout. Ik moet u zeggen dat in de afgelopen jaren, in deze legislatuur, ik niet veel oproepen heb gehoord, nog van de districtsvoorzitter, nog van haar partij in de gemeenteraad, met betrekking tot capaciteitsproblematiek in Borgerhout. Wij bieden er een antwoord op, zonder ons vast te pinnen op uitspraken die louter voor het belang van de uitspraak zijn.